Waar parlementariër Ronald Hooghaart aangeeft dat met de stap van Brunswijk en Rusland de klok weer 50 jaren terug is gezet. Wanneer het aankomt op etnische blokvorming, geeft Mahinder Joggi, VHP-parlementariër, aan dat wat wij juist nu meemaken in Suriname is dat wij de positieve kant opgaan wanneer het aankomt op etniciteit in Suriname. De blokvorming, het etnisch denken, dat begint juist langzaam volgens Joggi af te nemen. Want we zien dat politieke partijen die traditioneel anders gericht waren of zich richten op slechts één bevolkingsgroep, dat nu langer niet meer doen. Dat is wat Joggi aangeeft. We voeren nu naar dit vraaggesprek met VHP-parlementariër Mahinder Joggi. Nou, dat is de mening van meneer Hooghaart. Ik heb mijn mening. En mijn mening is dat we heel ver gevorderd zijn in Suriname. Dat we in hokjes gaan denken en in hokjes dingen gaan doen. En ik zou, zoals de VHP dat doet en zoals wij het zien bij meneer Santokhi, dat we proberen Surinamers op basis van issue bij elkaar te brengen, te binden. Vandaag vergadert de VHP op Abra Broki. En er zijn problemen in het land, er zijn genoeg problemen in het land die om oplossing vragen, die om duidelijkheid vragen. En ik denk dat de VHP de lijn heeft uitgezet om te gaan werken met alle Surinamers. Niet met een bepaalde groep, niet een bepaalde groep bundelen. Iedereen is welkom in de VHP en als iedereen daar is en iedereen zijn of haar krachten wil zetten onder het werk dat gedaan moet worden voor het land, dan denk ik dat wij als Surinamers, maar ook als politieke partij VHP, een goede job aan het doen zijn. Ik zou mensen niet bundelen op basis van etniciteit vandaag aan de dag. We zijn veel te ver. Maar niet binden, maar hoe is dan toch wel, denkt u, het stemgedrag in de afgelopen 5 of 10 jaar veranderd? Nou, ik denk dat het stemgedrag van mensen is veranderd. Ooit was het zo. Wanneer u in 1973 de verkiezing zou houden, dan zou de VHP alle zetels krijgen in Nikeri. De VHP zou alle zetels krijgen in Wanica. Maar u ziet dat verschuivingen plaatsvinden. De NPS zou alle zetels krijgen in Koroni, bij wijze van praten. En in het binnenland zou de NPS met een BEP of met een andere partij de zetels krijgen. U ziet verschuivingen. U ziet verschuivingen in de politiek. Je ziet overal verschuivingen. En in elke organisatie zie je dat meer mensen in een organisatie zitten dan één bepaalde groep alleen maar. Dat geeft aan hoe die samenleving zich aan het oriënteren is. Hoe die samenleving zich vandaag aan het gedragen is. En hoe de samenleving wil hebben dat wij vandaag eruit zullen zien. En hoe wij gezamenlijk onze zaken in dit land moeten aanpakken. Dus dat is overduidelijk. En in de politiek zit u daar ook. Meneer Somaharjo heeft mevrouw Sandra Lee ooit binnengebracht in de politiek als parlementariër. U ziet die verschuiving, toch? En zo gaat het verder gaan. Dus nogmaals, die verschuivingen, het idee, het denken van mensen, zoals zij dingen willen doen, kunnen wij niet uit hun hoofd halen. Wij moeten dat ondersteunen en stimuleren. En dat is waarmee de VHP bezig is. Mensen moeten een gelegenheid hebben om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname op zijn of haar manier, onder aanvoering van een organisatie. De VHP doet dat. De VHP bundelt nogmaals, gaat naar het binnenland, meneer Santokhi, gaat naar Brokopondo, gaat naar Para, gaat naar Sipaluni, gaat naar overal op basis van issue. De issue nu is, het gaat slecht met Suriname. De issue nu is, de verdiencapaciteit is nihil. De issue nu is, dat we torenhoge schulden hebben. En dit zijn zaken. De issue is nu dat er geen veiligheid in het land aanwezig is. De issue is namelijk dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Dat zijn allemaal issues. En door mensen die gelijkgericht denken, ongeacht hun kleur en etnische afkomst, probeert de VHP deze mensen te bundelen op basis van issues die gelden en aanwezig zijn in die samenleving, om oplossing te brengen, om te gaan naar een Suriname waar problemen opgelost zijn en mensen inderdaad met een tevreden gevoel kunnen arbeiden, kunnen wonen en werken voor verdere glorie van zichzelf, maar ook van het land. Maar wie plaatsen partijen op lijsten, is dat in de afgelopen 5 tot 10 jaar ook veranderd? Natuurlijk is dat. Draagt men voor? Natuurlijk is dat veranderd. En ik bedoel, de VHP gaat
op de lijst en Saramaka geen drie Hindustanen zetten. De NDP heeft op de lijst en Para geen drie Hindustanen gezet. U ziet die verandering. Die verandering komt langzaam. En naarmate het volk daarmee kan omgaan, toch, wordt die verandering dan verder doorgestuurd. Toch? Er is... Alle districten zijn ready voor die verandering? Ik denk dat een heleboel districten ready zijn voor die verandering. In de ene district is het minder dan in de andere. Maar je ziet verschuivingen in alle districten. En ik heb onlangs, heer Jogi, wat mensen van de straat geïnterviewd. En uw naam werd ook genoemd als een van de hardwerkende parlementariërs. Parlementariër die toch wel opkomt voor het volk. Zo hebben ze dat verwoord. Maar nu vraagt een ander deel uit die gemeenschap zich ook. Gaan we heer Jogi 2020 weer zien? Nou, we proberen een bijdrage te leveren. En zolang er ruimte is om die bijdrage te leveren, zullen we die bijdrage leveren. Maar op welke wijze? Dat zal de toekomst uitwijzen. U wil daarover niet veel uitweiden? Nee. Wanneer we morgen moeten kuchen, moeten we vandaag ons mond niet openmaken. Dat is de gouden regel die meneer Lachman ons geleerd heeft.